Dank u, voorzitter. En de minister is heel duidelijk. De normen zijn minimumnormen, de volumenormen. Als we naar 2 centra toe gaan, dat betekent dat er minimaal 400 operaties waarschijnlijk per elk centrum worden uitgevoerd per jaar. En nou zijn er wetenschappelijke studies gedaan. Er zijn wetenschappelijke studies gedaan over 99 centra in heel Europa met 120.000 operaties door Kensey in Cardiology in de Jong 2015. En wat blijkt? Tabel 3. Als het om de mortaliteit gaat, ben je het best af in centra tussen de 250 en 350 operaties. Als het gaat om de kans op een complicaties tussen de 150 en 250 operaties per jaar. Als het gaat om mortaliteit bij een complicatie tussen de 250 en 350 operaties. Nou, zo gaat het door. Er is slechts 1 type complicatie waarbij je best af bent inderdaad in een centrum met meer dan 350 operaties per jaar. Dus dan kan de minister toch niet met droge ogen blijven beweren dat het minimumnormen zijn. Dan moet de minister toch erkennen op basis van dit soort wetenschappelijke studies die ook aangehaald worden door het rapport in de commissie Bartels, dat er een wel degelijke bovengrens is en dat we dus niet oneindig op kunnen blijven schalen. Dat in ieder geval 2 veel te groot is. Dan krijgen we 2, ook in Europees verband, kolossale hartcentra. Het is gewoon te groot. Voorzitter, ik ben in het verleden regelmatig bij dit soort publicaties ook zelf betrokken geweest. Ik ken niet uiteraard niet in de hartchirurgie, helemaal niet in de kinderhartchirurgie, maar wel op andere terreinen. En de conclusie die de heer Van Houwelingen trekt is te kort door de bocht. Is echt, voorzitter, te kort door de bocht. En laat ik gewoon 1 aspect noemen. Op het moment dat er grotere centra zijn, dan krijgen die grotere centra veelal ook de complexere procedures. Dus het is helemaal niet onverklaarbaar dat soms grotere centra hogere complicaties en soms ook hogere mortaliteit zien. En wat dat betreft kom ik gewoon terug bij mijn antwoord wat ik al eerder gegeven had. De conclusie van de heer Van Houwelingen op basis van de rapportages die hij noemt, dat er een optimum is en dat het daarboven een zekerheid is dat als je het centrum vergroot, dat dan de mortaliteit omhoog gaat. Die conclusie deel ik niet, die herken ik ook helemaal niet. Dat moet de minister toch begrijpen. Er wordt daarvoor gecorrigeerd in het artikel. Daarom heb ik tabel 3 genomen. Waarvoor wordt gecorrigeerd voor pre-operatieve risk factors. Dus als het inderdaad is wat de minister zegt, dat die grote hospitaal wat zou kunnen, de meer risicovolle operatie, daar wordt voor gecorrigeerd in het artikel. Er wordt overal voor gecorrigeerd. Daarom is het ook een wetenschappelijk artikel. En die komt uiteindelijk tot de conclusie dat die hele grote centra, dat het niet goed is voor de patiëntveiligheid. Dat is de conclusie van dit wetenschappelijk artikel. Ja. En voorzitter, ik hoop echt op de herhaling van mijn antwoorden. Het spijt me wel. Ja.